Hoe maak je een hamburger in het laboratorium? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie van u is vegetariër? 1, 2, 3. Een stuk of 8. Dat is ongeveer, nou, is net iets meer dan het gemiddelde in Nederland. Het gemiddelde in Nederland is, en trouwens in heel West-Europa, is 3 tot 5%. En dat is de afgelopen 35 jaar niet veranderd. Wij zijn een soort wat graag vlees eet. En dat is eigenlijk verrekte lastig, want vlees is nou niet zo heel erg goed product. Met name niet omdat we dat verkrijgen door koeien. Het gaat met name om koeienvlees. En koeien zijn heel inefficiënte dieren in het maken van vlees. Die zijn nooit, zeg maar, evolutionair ontwikkeld om op onze barbecue te eindigen. Dus dat is heel erg inefficiënt. Die hebben 7 keer zoveel voedsel nodig om een bepaalde hoeveelheid vlees te maken. Als wij al dat voedsel niet aan koeien zouden geven, maar aan mensen, hebben we geen enkel probleem met de wereldbevolking te voeden. 70% van al onze landbouwgronden worden gebruikt om voer te maken voor beesten. In de komende 30, 40 jaar gaat de vraag naar vlees verdubbelen. Zou je niet zo zeggen als je hier in Nederland woont? Wij denken allemaal dat we alsmaar minder vlees eten, dat is ook zo. Mensen gaan 1 dag in de week geen vlees eten of eten kleinere porties vlees. Er komen misschien wat meer vegetariërs bij, hoewel dat dus nogal tegenvalt. Maar het punt is dat we natuurlijk van 7 naar 9 miljard mensen gaan in de komende 30 jaar. Misschien wel 10 miljard. Er zitten enorme onzekerheden in hoeveel miljard het nou eigenlijk zijn. Maar bovendien gaan mensen in India en China en Rusland en Afrika, die zich nu nog niet kunnen veroorloven om vlees te eten, gaan vlees eten zodra ze zich dat kunnen veroorloven. Het is een statusproduct. Vleesconsumptie per land is lineair gerelateerd aan het bruto nationaal product van een land. Rijkere landen eten meer vlees. Dus als die landen rijker worden, gaan ze meer vlees eten. Daar komt die toenemende vraag vandaan. En als wij 70% van al onze landbouwgronden nu al gebruiken voor vleesproductie, dan kunt u dat rekensommetje heel makkelijk maken. Dat gaat uiteindelijk niet werken. Dat gaat niet voldoende vlees opleveren. Sterker nog, op dit moment neemt de vleesproductie af. Wereldwijd. En niet zo'n klein beetje. Goed, dus dat gaat wringen op een gegeven ogenblik. Er is nog een ander probleem. En dat is dat koeien, dat zijn zogenaamde ruminanten. Die hebben van die, al die magen, waardoor ze herkauwen. En daar komt methaan uit vrij, uit dat gras wat ze eten of uit dat voer wat ze eten. En dat methaan, dat is een broeikasgas wat 20 keer zo krachtig is als CO2. Dus er is wel eens gegrapt, en ik denk dat het waar is, dat een vegetariër met een hummer minder schadelijk is voor het milieu dan een vleeseter op een fiets. Dus het is schadelijk voor het milieu. We kunnen niet voldoende vlees produceren om aan de vraag te voldoen. En we komen mogelijkerwijs daardoor met een voedseltekort. Dus we hebben belangrijke redenen om de vraag te stellen, moeten we dit nog wel blijven doen? Van de andere kant weten we dat het lastig is om te veranderen. Goed, wat is een alternatief? Een alternatief is al lang eerder geleden bedacht en een keertje gepostuleerd door Churchill in 1932. Kunnen we niet op een gegeven ogenblik een borst en een poot maken in plaats van een hele kip? Lijkt me veel efficiënter. En hij was bevriend met Alexis Carrel, die toen voor het eerst eigenlijk organen buiten het lichaam in leven kon houden en al een klein beetje organen kon maken. Maar het heeft nog een hele lange tijd geduurd, met name door ontwikkelingen in de medische technologie, voordat we dat daadwerkelijk konden. En meneer Van Eelen, een inmiddels 92-jarige Amsterdamse restauranthouder en galeriehouder, die heeft eigenlijk zijn leven lang gefilosofeerd en bedacht dat hij dit een keertje zou willen doen. Hij is geen wetenschapper, hij is geen bioloog, dus hij kon het niet. En eindelijk, na zijn pensioen,
Ergens in 2005 heeft hij een aantal wetenschappers uit Amsterdam, Utrecht en Eindhoven bij elkaar getrommeld en gezegd: ik wil dat jullie hieraan gaan werken. Dat is een hele charismatische man en als hij zegt dat hij wil dat je dat gaat doen, dan ga je dat doen. Bovendien meende hij, en daar, was hij nog, daar had hij nog gelijk in ook, dat je hiervoor subsidie kon krijgen van de Nederlandse overheid. En dan zijn wetenschappers al snel enthousiaster. Dus we zijn daaraan begonnen en hebben daar 5 jaar aan gewerkt. Overigens is de Nederlandse overheid de enige die het lef had om dit te financieren. En we hebben daar 5 jaar aan gewerkt en na die 5 jaar wisten we een heleboel over hoe we vlees moesten maken, maar we hadden het nog niet gemaakt. En de overheid die zag, we waren toch wel een beetje onze tijd vooruit, of Van Helen was helemaal zijn tijd vooruit. De overheid zei van ja, we zien eigenlijk dat het veld er niet in geïnteresseerd is. Bedrijven zijn er niet in geïnteresseerd. We zien eigenlijk weinig maatschappelijke interesse in deze hele ontwikkeling. Dus we continueren de subsidie niet. Nou, dat was lastig en vervelend. Want we hadden natuurlijk toch wel behoorlijk wat energie ingestoken. Dus hebben we de koppen bij elkaar gestoken. En stel nou dat we daadwerkelijk een worst kunnen maken uit een varken. We nemen een klein stukje uit dat varken, maken daar een worst van. Presenteren dat aan de pers, terwijl het varken over het toneel rondloopt, al honkend en kwispelend met zijn staart. Blij varken en wij een worst. Dat leek een heel goed idee, maar we hadden geen geld om die worst te maken. En we hadden berekend dat dat ongeveer 3 ton zou kosten. Dus dat hadden we even niet. En dus dat is een tijdje in de ijskast komen te liggen, totdat op een gegeven ogenblik ik een e-mail kreeg vanuit een organisatie die ik helemaal niet kende. En die zei, kunnen we een keertje met je over dat kweekvlees komen praten? Ja, tuurlijk, kan altijd. Die kwamen op 5 mei. Maar Amerikanen wisten zij veel dat het hier een vrijdag was. Daar heb ik een ochtend met die mensen tijdens het ontbijt gepraat over ons plan. Hè, om zo'n varken te nemen, daar een stukje uit te halen, worst te maken, varken rond te laten lopen aan de pers. En vervolgens dan te gaan kijken of we daar daadwerkelijk een soort van productiesysteem van konden maken. Nou, dat vonden ze erg aantrekkelijk. Maar die meneer die komt uit Amerika. Ik weet niet of we hem in beeld hebben. Meneer Sergey Brin, de medeoprichter van Google. Dat werd pas geleidelijk aan tijdens dat gesprek duidelijk dat zij dit wilde financieren en dat deze meneer erachter zit. Meneer Brin die maakt zich zorgen over het dierenwelzijn, voornamelijk. Die vindt het eigenlijk onacceptabel dat we zoveel miljarden dieren vermoorden elk jaar of doodmaken, slachten, elk jaar louter en alleen voor onze voedselproductie. Hij is zelf geen vegetariër, dus dat vergroot zijn gewetensconflict nog meer. En hij had dus bedacht van ik ga dit financieren. En toen heeft hij natuurlijk gegoogeld, duidelijk, wie doet dit dan allemaal? En toen kwamen ze bij maar een handjevol mensen in de wereld die dat doen uit. En dus onder andere bij mij. En zei, nou, geen probleem, gaan we financieren. Dat is een droom van elke wetenschapper. Hij zei, schrijf niet meer dan 2 A4'tjes. Voor de komende 3 jaar, denk in de orde van een paar miljoen. Ja, dat, dat gebeurt je niet elke dag. Maar, zeiden ze, het moet wel een hamburger worden, geen worst. Ja, geen probleem. Weet je, als je met een varken kan doen, kan je het ook met een koe doen. In feite gaat het met elk dier ongeveer. Ik had me niet gerealiseerd dat het toch wel een beetje lastiger is om een hamburger te maken dan een worst. Maar goed, dat was een later verhaal. Goed, dus hoe hebben we dat aangepakt? Een vlees is gewoon, hier zie je mij met die beroemde Google-bril aan het uitproberen. Dit is overigens in de voortuin van het kinderdagverblijf van Sergey Brin, zijn zoontje. Dat is in Californië. Dat is een heel klein voortuintje. En daar zit Sergey Brin de hele dag met zijn Crocs en zijn Bermuda-short en zijn versleten T-shirt. En daar doet hij al zijn zaken. Dus na mij, ik zat daar 10 minuten, en na mij kwam de CEO van Spaanse telecombedrijf in 3 delen grijs daar zijn zaken doen met deze meneer. Maar goed. Dus hoe maak je nou zo'n hamburger? Nou, vlees is spier. Spier bevat stamcellen, heel veel stamcellen. Die stamcellen kun je eruit halen en die kun je vermenigvuldigen. Dus je kunt
klein prikje in de bil van een koe geven. En als je dat dan doet, hier is die spiercel met die stamcel. Als je een klein prikje in de bil van de spier, krijg je een heel klein beetje vlees uit. Zeg maar een centimeter bij een millimeter. Daar zitten al gauw een paar honderd van die stamcellen in. Die laat je daar uitgroeien, die kun je laten vermenigvuldigen. Ik heb hier een kleine demonstratie. Dus die cellen, één cel wordt twee cellen, twee worden vier, vier worden acht. En u kent wel dat verhaal van die dienaar die een beloning vraagt van de koning. En die zegt, ja, het is een bescheiden beloning. Ik wil op het eerste vakje van het schaakbord wil ik één korrel rijst. Dan twee, dan vier, dan acht, dan 16, 32. Nou, dat gaat even niet zo goed, maar dat... En zo exponentieel vermenigvuldigend. En die koning dacht, nou, dat rijst is niet zo duur. Dus dat gaat niet zo'n probleem opleveren. Daar ga ik maar ja op zeggen. Maar u begrijpt wel, als je dat doorzet naar het 64ste vakje, dan krijg je ongeveer 100 miljard ton rijst. Dat is voldoende om India en China de komende 1000 jaar van rijst te voorzien. Dus had die koning zich niet gerealiseerd, dus die was daarna koning af. Maar dat is de kracht van die vermenigvuldiging van die cellen. Dus uit één zo'n cel kun je in theorie 10.000 kilo vlees krijgen. En heb je die koe, heb je nog wel steeds een koe nodig als donor voor die cellen, maar je hebt lang niet meer zoveel koeien nodig. Dan heb je geen methaanuitstoot meer en je moet ook niet zoveel graan en sojabonen telen om die koe in leven te houden. Goed, dus dat kan. Je kan die cellen laten vermenigvuldigen, maar daarna moet je er natuurlijk nog wel een weefsel van maken. Nou, het mooie van deze cellen is dat ze zichzelf organiseren. En eigenlijk, omdat het dedicated spierstamcellen zijn, eigenlijk uit zichzelf weer een spier vormen als wij daar maar de juiste condities voor aanbieden. En de conditie is onder andere door ze in een ring te laten groeien. Hier zie je die ring in een kweekbak, hier zie je zo'n ring in een vergroting. Dus die spieren, dat zijn eigenlijk lichamelijke oefening verslaafden. Die willen samentrekken, daar zijn ze toe geprogrammeerd. Maar als ze in zo'n bakje liggen, dan kunnen ze niks. Dan kunnen ze wel samentrekken, maar ze kunnen geen spanning opbouwen, er gebeurt helemaal niks. Dus wat we doen is dat we ze in elkaar staart laten bijten en een soort van donut laten groeien, zodat ze spanning opbouwen. En die spanning is de belangrijkste stimulus om zoveel mogelijk eiwit te maken. En eiwit is wat we uiteindelijk van die spieren willen, want dat willen we opeten. Goed, dus dat lukt heel goed. En daarmee kunnen we heel veel van dit soort vezeltjes maken. Waar is mijn kweekbakje? Dat is nou even weg. Daarvan kunnen we heel veel van dit soort vezeltjes maken. En wij hebben in het laboratorium iets van 50.000, 60.000 van die individuele vezels gemaakt. En dan heb je in wezen een hamburger. Dus die hebben we tot een hamburger verwerkt. Ah, hier is het... Hier is zo'n kweekbakje, dankjewel. Hier is zo'n kweekbakje, daar zit voedingsstof zit daarin. En elk van die bakjes heeft 24 van die vezels. Het is een beetje lastig te zien, maar daar zitten ringetjes om een centrale kolom van gel. En het mooie van dit systeem is dat die cellen dat eigenlijk gewoon uit zichzelf maken. Wij hoeven het alleen maar erin te stoppen. En dan na 24 uur wordt het een mooi ringetje en dan beginnen ze samen te trekken. Dan beginnen ze eiwit te maken en als we 3 weken wachten, dan hebben we gewoon een spiervezel. En dan moet je wel 10.000 van deze dingen maken, dat is een beetje saai. Maar dan kun je uiteindelijk daar een hamburger van maken. Dus die cellen die contraheren, die trekken samen. Dat ziet u hier in die, u ziet ze hier, dus dat is levend materiaal. We zeiden al, die cellen kunnen uitstekend buiten het lichaam leven. En we hebben uiteindelijk recht gedaan aan ons oorspronkelijk idee. We hebben alleen niet zo'n koe op het toneel laten lopen. Dat was een beetje lastig. Maar we hebben dit gepresenteerd aan de media. En met voornaamste bedoeling om iedereen te laten zien van dit is mogelijk, dit kan. En ook
we hebben een serieus probleem met onze vleesproductie. Want niet iedereen realiseert zich dat. Het is makkelijk verkrijgbaar. Het is goedkoop. Dus ja, wat is het probleem? We realiseren ons het probleem onvoldoende. En we realiseren ons zeker niet het probleem wat ons te wachten staat als we er niks aan doen. Dat geheel in Londen hebben we in augustus gepresenteerd. Dat was een soort van hybride tussen een kookshow en een persconferentie. We hebben besloten om dat te laten bakken. Ik had eerst gedacht om dat door Jamie Oliver te laten doen en Natalie Portman of zo te laten eten. Maar dat is uiteindelijk iets anders geworden. Maar we moesten wel het bakken en we moesten het iemand laten eten, omdat de vraag altijd was van hoe smaakt het? En ik heb het natuurlijk ook een paar keer gegeten. Die mensen die dat proefden, die waren heel erg beleefd. Die zeiden van nou, dat is eigenlijk heel goed. En het lijkt heel erg op vlees. Ik heb het zelf geproefd, ik was iets minder enthousiast. Maar vooral ook omdat die hamburger, die kostte een $250.000. Dus je verwacht daar toch iets meer van dan zeg maar een gemiddelde McDonald's hamburger. Maar het lijkt in ieder geval al, het smaakt als vlees, het voelt als vlees, wat al meer is dan de meeste vegetarische hamburgers. Maar er moet nog wel heel veel aan verbeterd worden. Goed, dus we hebben laten zien dat dit kan. We hebben laten zien dat deze oorspronkelijk medische technologie gebruikt kan worden voor iets ordinairs als voedsel. Maar wat in mijn ogen minstens zo belangrijk is en minstens zo'n grote maatschappelijke impact kan hebben. Maar we moeten ons natuurlijk afvragen, is dit iets waar de bevolking op zit te wachten? Zou de bevolking, jullie of ik, kweekvlees willen eten? Dat is nog niet onmiddellijk voor de hand liggend. Het is wel zo dat het kan en dat er een noodzaak is om iets te veranderen. Goed, hoe we uiteindelijk jullie zover krijgen om dit te gaan eten, ga ik het in het volgende college over hebben. Dank jullie wel.